voor het tweede jaar op Rote verkiezen we met de Gaanse Societaat een klein pierke. En uiteraard dank ik ceremoniemeester de Servies. Die de concours en schien uitvinding van de Societaat, maar van de legendarische cafébos Julian Kolle, die ook de stropendrogers weer reanimeert. In zijn taat was dat een feute bagatelle om 10 goede kandidaten te vinden. Maar nee, moeder, veel chancen nou. Hoeveel kinderen spreken er thuis nog Gaans? En hoeveel hebben er nog een ma en een pa die zelf een mondje Gaans klopen? Hoe is voordat met een van Barte de Kuper het raadas of omgekeerd, gelijk dan er hier veel best fluiten blijven hangen, kan je dan het schuil Gaans fluiten. En die meetjes en die peetjes, oh, die zijn ook soms allemaal van overal, behalve van Gent. En toch wil de Societaat in zijn opzet volharden. Of binnen die niks te horen, is de vereniging mee een te groot Loosberg gehalte. Het schiet nu al niet aan over. Allee, wonen er toch 5 gevonden die van de goede Gentse toendring gesneden worden. Wel er aas en wel er ees worden wel eens uw plaat niet meer, maar ja, alles evolueert hoor. En wie klopt er nu nog van een canassierke? Oh, een zuur moeilijke vroeg. Zo'n nog mijn moeite met een boekentas naar school. Maar een schalke bloemde, dat kende ze allemaal. Uiteindelijk weer een maaske, het klein pierke, 2,5 Judith Remu. En het is niet moeilijk dat die kleine nog goed Gaans klopt. Haar voeder is de zuine van Pat Remu en haar moeder de dochter van Margriet Breugeman. Gaanser kan dus moeilijker. Maar voor haar leeftijd is het verre van een klein pierke. Een broekje kost zuist tot over haar knoeisels en doet ze met de draabolen stoort bovenop haar beelden. Waarmee dat niet gezegd heeft dat ze een woord ruft heeft.